Hey, welkom bij de video. Leuk dat je er bent. Vandaag jongens weer een lekkere lange video. Veel informatie, dus luister goed. Bedenk vooral je eigen theorieën. Dat vind ik hartstikke leuk om te lezen in de comments. Maar voordat je gaat kijken, check zeker even of je hebt geabonneerd. Heb je al geabonneerd? Like dan gewoon even leuk de video. Ook al heb je niet geabonneerd, mag je ook liken overigens. Verder ben je nog niet geabonneerd, doe dan dat zeker eventjes. Zit inmiddels al op die 112.000 abonnees, dus het gaat hartstikke... Dus het gaat hartstikke lekker. Veel plezier met kijken. Doei. Hallo, ik ben volgens mij anoniem, of niet? Dat klopt. Oh ja, sorry hey, daarvoor. Je spreekt met de Jack. Hoe gaat hij? Ja, helemaal goed. Met jou? Mooi. Ja, ook goed. Ja? Hey, ik vroeg mij wat af. Ja. Ik heb zeg maar dan niet in de wandelgangen, maar gewoon op straat heb ik te horen gekregen dat Jordi Blanco dood zou zijn. Je hebt te horen gekregen dat Jordi Blanco dood zou zijn? Ja. Ik weet van niks. Jij weet van niks, maar ik heb je hem ook niet recentelijk gesproken? Of ik heb hem, nu je het zegt, niet recentelijk gesproken, nee. Oké, okay, dan ga ik hem maar misschien een keer bellen. Ja, oké. Okay. Maar van wie heb je dat gehoord? Ja, gewoon, er kwam iemand met een gek masker op me af. Ja. En die zegt vervolgens, heb je het al gehoord? Okay. Jordi Blanco zou dood zijn. Doodgeschoten door zijn hoofd. Doodgeschoten. Oké. Okay. Inderdaad. Dus nee, ik bel jou maar erover, want jullie staan hier heel erg nauw contact. Wij hebben inderdaad best close contact, maar ik zal even voor je nazoeken. Ik neem aan helemaal van niet, goed. Maar... Ik ga er ook niet van. Dat zou echt zonde zijn. Ik hoop van niet. Nee, hetzelfde. Het is een goede man. In een soort dan. Dat is wat anders. Ik ga het zeggen. Goede man is wat anders. Ja, inderdaad. Nee, maar dat is goed. Fijne dag. Hetzelfde, hè? Joe. Je hoort die dood. Ja, dag. Morgen. Spreek met Kevin. Met wie bel ik? Met Marcus. Hallo. Hallo. Ik denk dat ik verkeerd ben verbonden. 2 seconden. Okay, dit was wel heel apart. Dit was wel heel gek. Ik ga zomaar even iemand anders bellen van de groep. Werd hij nou zojuist beschoten? Dan meen je. Oh, my days. Hey. Hey! Ja! Stap in nu, ik heb net geschoten hier. Ah, dan meen je, gast. Ik heb een VTA openstaan. Wat de fuck doe jij hier? Ja, ik kwam even chillen bij mijn zonen. En ik hoorde in één keer biem, meerdere malen. Nee, biem. En toen kom ik heel veel mijn frietjes ophalen. Ik had besteld. Wacht, in Looster. Ja, zeg het eens. Er is heel veel aan de hand. Maar heb jij iets gehoord van Jordi? Ja. Ja? Ik niet namelijk. En ik kreeg zojuist te horen van Jackbone. Die heeft te horen gekregen dat hij dood is. En ik probeer zojuist Jordi te bellen en ik kreeg van andere Kevin aan de telefoon. Klopt, Jordi is vermist. Maar ik denk hij is dood. Hij is serieus vermist. We hadden laatst die hele gangoorlog en zo en al die onzin. Ja, jij wilde niet met mij afspreken. Wat we toen hebben gedaan, helemaal aan het einde van de avond kreeg ik ineens van iemand te horen in de porto. Ja? Ja, het schijnt dat die en die op de Dam zijn. Mm. Of in de buurt van de Ippertuin. Ja? Het schijnt dat Darkness tegen elkaar is opgekeerd. Nou, nu dat Jordi vermist is. Ja. En als je dat linkt aan het feit dat iemand, ik weet oprecht niet meer wie, volgens mij was het een van Moe Zonne, die zei van ja, en Darkness die zou tegen elkaar opgezet zijn. Of zou tegen elkaar zijn gekeerd. Ja, daar heb ik niks van gemeengekregen. Vind ik het niet heel gek om te zeggen, omdat dat er maar één iemand is die echt tegen Jordi is. Ja, toch? Dat is Piet natuurlijk. Ja. Ja. Maar Piet, die weet het niet. Die weet het niet. Die weet wat niet. Denk ik. Weet niet, ik heb Piet niet gesproken. Ik ga Piet bellen. Oh, die frietjes zijn zo lekker. Ik had net ook patat. Dikzak. Vertel wat er is. Hoezo vertel wat er is? Ja jongen, jij belt me toch niet voor geen reden. Kan jij me ook eens opnemen en zeggen, hey Max, what's up? Ik heb zelfs een belletje gekregen van Jackbone. Oké. Okay. Letterlijk, en die dacht begon... de kerel is dood, jongen. Wie? Ik zie die nooit meer. Jackbone? Ja, ik zie die nooit meer, kerel. Dat weet ik non veel, maar hij begint over dat Jordi vermist is, weet ik veel wat. En dat hij Jordi gebeld heeft en een Kevin kreeg. Dus toen heb ik ook Jordi gebeld, kreeg ik ook een Kevin. En ik hoor hier juist van Jan dat er ruzie was. En gangoorlogen, weet ik veel wat er allemaal gebeurd is. Ja, poh, jij bent er even niet geweest, hè? Ja, zeg ik dan. Ik ook niet, maar... Maar waar is Jordi? Ik deel de info die ik heb. Ja. Ik zal eerst beginnen bij het begin. Hè? Gangoorlog, straatjes, Mo en Zone en die gekke Chinezen. Ja. Dat is echt uitgelopen. Shisha bar opgeblazen, ons ganghuis opgeblazen. Immer. Full on war, Jordi beschoten, godverdomme. Iedere persoon die we hadden, volgens mij is Willem trouwens goed aangepakt door Mo en Zone. Of straatjes. Ja. Want straatjes die ging iets nog doen met straatjes. Ja, straatjes. Ja, maar het gaat wel goed met Willem, of? Ik weet het niet. Ik heb hem gebeld, maar ik krijg hem niet te pakken. Oké. Okay. Ik vrees ervoor. Ik hoop dat alles goed is, maar... Ja. Als het niet oké is, dan zorg ik er persoonlijk voor dat iedere laatste straatje kapot is. Ja. En niet met een kogel, maar dan ga ik ze gewoon goed pakken. Ja. Aan Willem kom je niet, weet je. Nee, oké. Okay. En dan...
ik denk 2-3 dagen geleden. 2 volgens mij. Jordi ging hiken. En ja. Die zegt van ja, weet je, ik weet ook niet waarom die ging hiken. Heel raar. Okay. Misschien om zijn mind even tot rust te krijgen, toch? Ik weet het niet. Ja. Dus hij ging hiken. Hij zegt tegen mij, ja, ik ga hiken. Wanneer was dit? Over een paar uurtjes terug. 2 dagen geleden. 2 dagen geleden. Ja. Oké. Okay. En sindsdien heb ik niet meer van hem gehoord. Ik heb hem gebeld. Ik krijg hem niet te pakken. Ook een of andere Kevin. Ja, dat. Letterlijk. Ik zou het niet weten. Een Kevin aan de telefoon. Wie het is. Ik ben gelijk naar de politie gestapt de volgende dag. Omdat ik niks meer van hem hoorde. En normaal laat hij altijd iets weten als alles oké is, toch? Ja. En nu niet. En ik ben gelijk naar de politie gestapt. Ik zeg, kijk, hij is vermist. Hij ging hiken. Ik weet niet waar. En hij is gewoon weg nu. Ik heb er schrik voor, man. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, laten we gewoon hopen het beste dat het allemaal oké is met Jordi. Het zou natuurlijk niet geweldig zijn, weet je. Dat sowieso. Oké, nee, dankjewel, Piet. Het is moeilijk. Ja, als jij wat hoort, bel me. Ja, dan gelijk natuurlijk, in dit geval. Hoe is het met jou? Ja, rustig. Oprecht. Ja? Rustig. Ik heb al dagen een VTA openstaan. Oké. Tjus. Ik zit met Jan, ik spendeer de laatste dagen veel met Jan. Ja, en meerdere dreigementen gehad van Guus, Orkoen, weet ik van wat. Okay. Terwijl ik eigenlijk aan de zijlijn, niet eens aan de zijlijn stond toe te kijken, maar gewoon... Ja, ik weet je, het zou goed kunnen dat ze gewoon heel darkness willen pakken, toch? Maar hoe zit het nu met de darkness verder? Gewoon prima, of... Ja, we hebben nooit echt een leider gehad, sowieso, dus er verandert weinig. Alleen dat er dan een tak wegvalt uit darkness, weet je. Ja, gewoon verder gaan. Ja, oké. Ook al nam Jordi soms echt wel de leiding. Mm-hmm. Wat ook wel nodig was, op enigszins. Yeah. Niet dat ik er altijd heel blij mee was, dat mag je heel eerlijk weten. Nee, dat weet ik. Daarom was ook een ruzie natuurlijk. Het is ook verteld, hè. Darkness wou geen leiders meer. Mm-hmm. Maar goed, dat is gewoon, weet je, ik erger mij daar totaal niet op. We gaan Komt het goed, zien. Denk ik. Ja, hopelijk. Nee, weet het niet. We moeten het zien. Ik weet het niet, want een nickname toch voor Kevin. 2 dagen blijkt hij al weg te zijn. Ja, dus maar we mogen de hoop niet verliezen. Nee, je? Maar het is niks voor hem. Maar ja, dan ga ik onderzoek doen. Ja. Even kijken wat mensen misschien wat weten. En dan houden we contact. Komt goed. Yes. Dan spreek ik je nog, Max. Mazzel. Weet je wat het enige raar is aan dit hele verhaal? Nou? Dat hij helemaal niet is gaan hiken. Hoezo? Toen die nacht van de gang war, ik weet weer wie ons hadden getipt. Wij waren natuurlijk op zoek naar Darkness om hem te schieten en Nuestra. Ja. Toen wij werden op een gegeven moment van ja, en Kane en Henk Turbo, die willen meeten. Ja. Want ze hebben blijkbaar informatie over Darkness die tegen elkaar is gekeerd. Of iets in die richting. Kane en Henk hebben afgesproken met volgens mij Lorenzo of Mol, een van de twee. Ja. In ieder geval met mensen om. Die hebben gemiet. Dat was bij de Ippertijn. Ja. En daar is. Ik weet niet precies wat daar is besproken, maar het kwam erop neer dat daar iets was dat Jordi een meeting had. Met wie? Dat weet ik niet. Jordi had een meeting en sinds die meeting is niks meer van hem gehoord. Ja. Precies. Dus dan liegt Piet. Er is iets wat niet klopt. Ik wil zeggen, dat klopt. Dat klopt er inderdaad serieus iets niet. Ik word gebeld, wacht op. En je had ook niet over dat andere gehoord. Van wat? Patat. goeie. Je zei dat Henk Turbo en Kane... Kane en Henk Turbo, die weten er meer vanaf. Die hebben volgens mij met Jordi gesproken voordat hij naar die meeting ging. Dan bel ik even Kane. Yo. Hey, Kane. Hey. Heb jij een verhaal gehoord over Jordi die vermist is? Ja, en ik weet er alles vanaf. Jij weet er alles vanaf? Ja. Moet je denk even meeten dan. Als je kan, zeker even meeten. Oké, we hebben nu met Kane afgesproken. Die zegt dat hij er alles vanaf weet. Dus gaan we even navragen bij Kane wat er gaande is. Want nu ben ik wel heel benieuwd. Piet zegt dat hij op een hiking trip is. Dus door de bergen gaan hiken. Met de rugzakje en al. Maar Jan zegt dat hij een meeting had met wat anderen. Waar Kane, Smoke en Henk Turbo wat van af wisten. Dus nu heb ik Kane gebeld en die is er dus nu is hier aangekomen. Volgens mij zit dit is Kane. En die zegt dat hij er alles van af weet. Dus gaan we even navragen wat er allemaal gaande is. Gisteravond is Jordi wel op Piet. Voortaan was er een beetje een ruzie. Gisteravond? Nee, eergisteravond. Eergisteren, al 2 dagen geleden. Ja, dinsdagavond. Oké. Okay. Nou, toen had Jordi gebeld op Piet van Volle Interzat. Ja, kom hierheen. Ik kan je iets laten zien. Ik heb iets nieuws gekregen. Ja. Maar dat doet Piet nooit. Dat weet je zelf ook. Nee, Piet is nooit enthousiast. Klopt. En ja, Jordi die kent Piet al heel lang. En hij wist eigenlijk, oké, er is iets gaande. Ja. Want, Piet die praatte gewoon niet meer tegen Jordi. Ook zelf van Samuel, Mees, Jeroen en Champ.
Ja. Dus Piet werd, of Jordi werd gebeld op Piet met van kom hierheen, ik heb iets laten zien. Dus nadat hij werd gebeld, stuurde hij mij een Twitter PM van ik heb hier nu een meeting met Piet, Samuel, Mees en als ik binnen zo lang niet reageer, dan ben ik of vermist of ben ik dood. Oké. Dus ik ben toen daarheen gereden met Henk Turbo en John. Nou, die ken je niet, maar dat is een vriend van mij. Wie? John. John ken ik niet. Nee, dat is een vriend van mij in ieder geval. Die is met een verrekijker gaan kijken vanaf een berg op die plek waar ze gaan meeten. En toen zijn er twee guns op Jordi gezet. Eentje is door Jeroen, de andere geen flauw idee. Oh mijn god. Oké. Fucking Jeroen. Ja, Jeroen heeft een gun. Ja, dan dus weet ik voor wie die andere is die ook een gun heeft. Het zou ook iemand van de Westeros zijn. Het zou best kunnen, ik weet niet van hem, maar Jeroen weet ik zeker. Het was een vintage trouwens, dus ja, dan is het Jeroen. Ja. Toen is hij meegenomen in GT63S. Maar toen, op dat moment reed ik met een R1 met Henk bij Casino. Toen mag ik een G-Wagon langskomen. En die 5 minuten achtervolgd zaten daar samen met Elmees in. Ja. Dus ik heb hen toen gevraagd, ja, wat hebben jullie met Jordi, hebben jullie meegenomen? Zeiden die, nee, betrek me die niet bij. En ik mag Jordi heel erg. Maar die was wel bij die meeting, die auto. Ja. Samen ja, bullshit dan. Bullshit, joh. Die hebben dan zeggen, Mees ook. En wie nog meer, zei je? Piet, Samuel, Mees, Jeroen. Ik denk heel Bert. Misschien champion. Ja, als meester nee, het is. Ja, maar als meester bij hoort, wordt Bert er ook bij. Maar Bert, ja, die is er nooit. Ja. Maar je hebt niet gezien waar hij mee naartoe gaat. De guns zijn op hem gepoeld bij die meetingplek. Zijn ze hem ergens ingestapt of? Ja, die was zeg maar bij, weet je wel, Mirrorpark in Partijn. Ja. Ja, dan heb je daar zo'n dodo op straat met zo'n lusje. Ja. Ja, daar is hij meegenomen met 2 guns. Ja, waarheen? Toen weet ik niet. Maar Piet kennende, Samuel kennende, is dat altijd elektriciteitscentrale. Ja. Dus ik gok daar. Maar in ieder geval, dus ik stond met mijn R1 naar Samuel. Zei hij van, nee, ik heb er niks bij te betrekken. Het betrekt me er niet bij. En dan zat ook met Mees in de auto. Ik had toen nog ruzie met Mo en Zonen. Met Mo, ja, vooral met Mo in ieder geval. Ja, daar had ik dus ruzie mee. Maar ik was met Henk. En Henk is heel goed met Mo. Dus ik heb het toen een meeting gezorgd met Mo en Guus Meeuw. Ik weet niet of je die kent. Ja, Guus Meeuw. Ja, daar simpele heb ik toen een meeting mee gekregen. Ja, heb ik nog goed gepraat met hun. En hebben we eigenlijk gewacht tot Jordi sowieso niet meer zou reageren. Na 2 uur na die Twitter-pam heb ik hem gebeld. Geen antwoord. Half iets later. Niks meer. Weer geen antwoord. Nee, geen antwoord. Dus nou, het is nu al 2 dagen geleden. Dus vermist is ten dode opgeschreven in dit geval. Ik denk ook dat het dood is. En dan ik ben met Mo eigenlijk eergisteravond gaan zoeken naar Samuel. Ja. Omdat we hem willen terugpakken. Ja, Samuel missen uit de 2. Die ze hebben Mo heel graag gewild. En ik eigenlijk ook. Want ja, Jordi, daar stond ik heel goed mee. Jij ook. Ja, maar jij dus zat in de darkness. Ja, ik zit er nog in. Maar ja, maar ik ga eruit, denk ik. Samuel en Piet. Die, hoe zit dat wie dan? Wie heeft Shisha Lounge opgeblazen? Darkness. Ik hoorde dat ja, maar wie? Samuel, Mees. Ik dacht dat Kane dat was. Oké, dan gaan die dan. Hoe is het voor de rest? Ik hoorde iets over darkness, of juist niet. Wat? Ach, wat niet is ja, ik ben even benieuwd aan Makkes. Hey, we moeten Samuel hebben, man. Wacht. Ja, maar we zitten. Wacht. Wat heb jij gehoord, Emilio? Ik heb gehoord dat er iets niet helemaal goed was gegaan. En nu zijn jullie allemaal losse personen geworden. Zijn we allemaal losse personen? Ja. Wie zei dat? Pieter. Dat zeiden mijn bronnen. Wie waren Piet? Hou je fucking helemaal. Vertel maar gewoon. Piet heeft dat gezegd tegen jullie. Nou kijk, het ding is, Piet heeft het niet verteld. Hij was er wel bij. Nee, maar het feit dat hij erbij was, dat zegt echt genoeg. En Kane te chillen. Ja, nou ja, wat zegt dat dan? Is Piet in één keer niet meer bevriend met jullie? Jawel, volgens hem. Dacht ik ook. Maar ik hoef van allemaal andere dingen nu heel veel. Ik begin naar de pier te rijden. We hadden een meeting met bepaalde jongens. En die zijn dus nu een nieuw groepje of zo. Ja. Wie waren die jongens? Ja, dat ik ga niet alles prijsgeven. Hoezo niet? Maar het komt er dus nu echt op neer dat Piet mogelijk achter de moord zit van Jordi. Ja, dat weet ik 100% zeker. Ja, nu, als, ja, als jij de waarheid spreekt. Geloof me. Dan wel. Yo. Hoe is het erbij? Ja, goed met jou. Goed. Wie is dit trouwens? Makkes. Oh, yo, boy. Ja. Ja, we hebben het allemaal wel gehoord. Jordi die is weg. Mm-hmm. Geen idee. Ik weet ook niet of zijn lichaam gevonden is. Maar eigenlijk die hele avond ben ik met hem zijn landbouw gezeten en zijn nieuwe Mercedes. Vervolgens is hij geknald, zeg maar. Althans is hij opgehaald daar. Dat was in die villa-wijk. Ja, hij werd er opgewacht door een man in een pak. En verder had hij een wat zwaardere stem.
Hij had een masker op, dus ik zag hem niet. Ik zag hem niet goed in ieder geval. En ja, daar werd hij dus opgewacht. En daarna kwamen er allemaal mensen uit de bosjes met geweren. En ja, een stuk of twee. Dus ja, uiteindelijk ben ik verder gaan rennen en achter een muurtje gaan zitten. Heb ik het enige sinds kunnen zien. En ik zag wat G-Wagons, zo'n S65. De mensen om wie dit gaat, die dit mogelijk al hierachter zitten, dat jullie dit weten? Dat weet ik niet. Nou, kijk, uiteindelijk, hij heeft mij wel weggestuurd, zeg maar, want ik zat bij hem in de auto. Ja. Hij werd namelijk opgebeld en hij zei, ja, we moeten naar die en die locatie. Hij zegt, ja, ik vertrouw het dan niet. En ja, op dat moment eigenlijk zijn we die kant op gegaan en moest ik weg daar. Dus ik ben weggelopen. Ja. Toen ben ik uiteindelijk achter een muurtje gestaan en toen kwamen al die mensen uit de bosjes gesprongen. Maar weten zij, Kane, dat is op zich, weten zij dat jij dit weet? Weet ik niet. Ik denk het niet. Je denkt het niet? Dat moet je zo houden. Tenzij je telefoon hebt gecheckt, die mensen. Ja. Want wij hebben allebei een berichtje op Twitter gekregen van, ik heb een bespreking. Maar hou het nog maar even dat zij het niet weten. Dat is serieus, die kan je in je voordeel gebruiken. Ja. Ja, dat je doorgeeft. Dus Henk en ik, die zaten achter... Oh, wordt geschoten. Wordt er nou geschoten? Ja. Hebben wij geschoten? Schoten jullie over? Op wie werd beschoten? Ja, dat was bij het HB. Dus ik weet niet of het gewoon een politieagent die aan het schoten was. Kan ook gewoon een agent zijn, hè? Ja, maar ja, alsnog. Zeker. Ja, nee, was niemand van ons. Ja, we hebben toch, dus denk ik, neem ik aan gehoord wat we willen horen van hem. Wat hij net verteld had, wisten wij van hem. Het niet. Het is confirmatie, het feit dat het Jeroen was. Zware stem, vintage pistol. Een confirmatie van... Jeroen. En Jeroen die pakt niet Jordi zonder Piet. Pakken. Wat is er over? Piet zit er sowieso achter. Dat is ja, dat wist hij wel zeker. Hij had ons verteld dat hij een meeting had met Piet reactie. In Twitter. Ja. En Samuel Mees ook, want die hebben uit zijn achtervolgd. Wat? Maar wat is er? Kan je even een plekje opzoeken, Kane? Ik wil even nog even wat dingen bespreken. Kan Mo erbij zijn? Niet langs. Ja, graag met Mo zelfs. Ja, we moeten het nu snel doen voordat die andere er is. Mo, jij had een meeting net met... Met Jeroen, Piet en nog iemand. En Samuel. Samuel. Dus die waren met z'n drieën. Nou, Kane, daar heb je al je dingetje. Wat werd er verteld daar? Wil je dat vertellen of hou je dat liever privé? Ik wil. Ja, weet je, mij maakt niet zoveel uit. Het was gewoon, wij wilden een beetje extra informatie krijgen over die brand die er was. Ja. En het enige wat ze zeiden, het was Kane, alles op Kane gooien. Maar ik had al gesprek gehad met Kane van, hij was het niet. Mm-hmm. Dus ik weet al dat Samuel en zo erachter zitten. Dus ja, maar ze blijven liegen. Wat hebben ze verteld? Hebben ze nog meer verteld over andere dingen? Ja, iets over dat ze een bedrijf willen starten of zo. Iets over de groeperingen? Of... Ja, groepering, ik weet niet. Dat ze een nieuwe... Ja, ik heb niet alles meegekregen, maar iets over een bedrijf wilden ze... Oké. Ik weet niet echt over die gangs, wat ze daarover zeiden, maar... Oké. Dat merken we dan nog wel, denk ik. Ja, ik denk dat dat niet lang duurt, hè. Voordat daar ineens verandering in zit. Verder niks bijzonders gehoord? Wat, zeg maar, gerelateerd kan zijn aan ons? Nee, sowieso niet. Nee, ze zeiden alleen dat als we Kane zouden vermoorden, want we gingen gewoon puur mee in die plan, zodat we een beetje wat konden doen, zeg maar. Even de setups gooien en zo. En het boeide ze echt niet of Kane dood ging of niet. Triest. Maar buiten Kane was er echt niemand die eigenlijk besproken is. Oké, nou top, thanks. Dat is best wel handig om te weten. Altijd echt alles van mij, van dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. En het feit dat ze een bedrijf willen starten of zo. Ja, het vak houdt een bedrijf in. Ja, ik weet niet, man. Autohandel. Hoe zit het met Nuestra zelf dan? Uit elkaar. Dat is uit elkaar, Nuestra is klaar. Ja, politie bijhalen. Ja, ik word gebeld op Piet. Hey. Hey, Max. Hey. Ik heb een nieuwe waggie, man. Je hebt een nieuwe waggie? Ja, toch. Lijp. Wat voor auto? Ja, moet ik je ophalen. Kunnen we samen gaan tunen. Hoezo? Wat, hoezo? Ja, hoezo? Ja, kerel, ik heb niks te doen. Jij hebt niks te doen waarschijnlijk. Wie staan er in de laag? We kunnen niet meer doen dan afwachten, hè? Nee, oké. Ja. Oké. Nee, prima, kom maar. Oké, dan haal ik heel even wat geld bij de grote bank. Waar ben je? Ik kom al naar BP. Oké, is goed. Dan haal ik je daarop, ja? Ja, is goed. Joe. Ik ga op pad met Piet. Oké. Dus, Waar ga je naartoe? Je gaat weet op pad met Piet. Ja. Ik weet niet of je dood wilt, maar je zoekt de dood op dit moment op. Ja, maar hij zou geen reden hebben om mij te doden. Ik zou letterlijk niks kunnen vinden waardoor hij mij zou kunnen doden. Of willen doden. Hij wil waarschijnlijk gewoon iedereen uitschakelen die gerelateerd was aan darkness. Informatie weet. Ja, waarschijnlijk wel. Dus ik zou zeggen... Hij heeft verder ook... Jij hebt toch niet heel veel informatie erover? Nee. Anders blijf gewoon lokken. Ik denk dat ze eerder deze twee heren dan zoeken die hier verder nog staan. Misschien kunnen wij gewoon op een afstandje volgen. Ik ga nu naar BP. Dan ga ik met Piet afspreken. Als het is, gewoon locatie sturen. Dan zijn is goed. Ik vertrouw het in principe wel, hoor. Maar ja, ik zie jullie later, jongens. Yo, succes. Yo, ik ben er bijna. Waar sta je? Ik sta nu in de steeg naast Mo en Sona. Kom ik even naar daar, hè? Prima. Even achteruit. Kun je of hij een auto hebt? Jij hebt een auto. Ja. Moet ik achter jou rijden, of...
Ja, je kan hem ook even wegzetten. Prima. Is ja, G-Wagon toch gewoon? Ja, ja, ja. Maar die had je toch al? Dat is normaal, hè? Nee, die had ik niet meer. Huh? Die had ik verkocht. Oh, maar je hebt hem tegenwoordig ja. gewoon weer. Ja, ik heb hem opnieuw gehaald. Ah, ik twijfelde ook. Ja, ik twijfelde, maar ik vond het zo'n mooie wagen, weet je. En ik heb er altijd in gereden, dus... Ik weet niet of ik het moet vertrouwen. Welke kleur? Ja, zwart natuurlijk gewoon. Je wil zwart houden. Ja? Ja, waarom zijn we andere kleur doen? Maar je hebt nog niks gehoord? Nee. Nou, ik heb ook al zoveel mensen heb ik van alles gevraagd. Oké. Okay. Maar niet bijna niemand die... Ja, ik weet, het enige wat ik weet is dat hij nog een meeting had dezelfde dag. Maar verder weet ik helemaal niks. Verder weet ik oprecht helemaal niks. Ja, ik heb wat meetings gehad, maar ik heb er helemaal niks uitgehaald. Dus matzwart of carbon dan? Ja, matzwart. Iets minder glans. Ja, ja. Want dit is ook wel lijp, ouwe. Lijkt wel alsof hij tijd rekt of zo. Voor iets. Wie zijn dit? Wie zijn dit? Ga je verder nog wat doen? Oh, ik weet niet, man. Gewoon even de rust bewaren, toch? Ja, ik ook. Ik heb echt geen idee. Even chillen. Ik ben ook mee aan het chillen. De laatste tijd vooral. Althans, met de VTA open. Maar ik heb genoeg mensen ondervraagd over Jordi, maar ik ben nergens gekomen. Behalve het feit dat ik weet dat hij nog een meeting had. De dag dat hij ook ging hiken. Ja. Maar met wie? En wanneer en waar en weet ik van wat. Daar heeft hij niks over gezegd. Daar is niks over gezegd. Daar weet niemand iets over. Ik moet een beetje natuurlijk ook Piet zijn vertrouwen behouden, hè, jongens hierin. Ik moet nog even denken wat ik hierin ga doen met deze situatie. Want ik weet dat Piet Jordi eigenlijk nu gewoon achter de moord van Jordi zit. En we hebben Jordi nooit dood zien gaan, maar we weten eigenlijk wel dat hij dood is nu. En we weten dat Piet erachter zit en ik zit toch bij Piet in de auto nu dus. Ja, moeilijk jongens. Dit is een hele moeilijke. Ja, maar wie zou die dan een meeting hebben gehad? Ja, weet ik veel. Dat is dat dus. Met wie heeft Jordi meeting? Maar ja, is het ook wel... Tijd? Ja... Het kan ook een simpel iets zijn wat niet eens iets mee te maken heeft, hè? Ja, dat klopt. Als jij zegt dat hij iets... Van wie heb je het dan? Ja, van wie was het? Van meerdere. Ik heb het gehoord van Kane. Okay. Die heb ik nog meer gesproken. Hoe heet die ook alweer, die andere? Hij heeft zo'n rare bril. Henk? Ja. Volgens mij was dat het. Ik heb nog meer van anderen gehoord, maar niet waar ik echt iets aan heb, weet je. Maar zij weten van niks ook, en ik weet van niks. En het is allemaal helemaal kut. Waarom doet Jordi zoiets? Het is allemaal helemaal kut. Waarom doet Jordi zoiets, man? Wat is dat? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ja... We kunnen afwachten, maar... Ja, maar ja, weet zoeken je... Zoeken wordt het ook niet. Waarom... Jordi is altijd heel eerlijk over maar wie dat hij gaat meten. Ja. Waarom nu niet? Geen idee. Weet je? Wat is er zo anders aan nu? Is hij geforceerd of zo? Weet ik veel. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zeg ook wel als ik heb een meeting tegen weet ik voor wie. En dan zonder intentie van dat iedereen het gelijk moet weten. Weet ik van dat Kane of zo heeft iets aangestoken en alles al laat ontploffen of zo. Ja. Wat goed. Ik denk dat Kane niet in de buurt moet komen van de shisha dus ik zo... Lijkt me van niet. Willem is tot overlijden gekomen. Willem is dood? Ja. Dat meen je? Ja. Huh, ik dacht dat je zei dat hij gewoon aangepakt was. Dat dacht ik ook. Dat meen je. Maar van Wouter heb ik gehoord dat Willem doodgeschoten is. Van Wouter? Ja. Hoezo, hoe weet Wouter die dat? Zal dat? Ik weet het niet. Het heeft dat van iemand gehoord. Maar daar zouden de straatjes bij zijn geweest. Weet jij wie er over Willem nog meer heeft gehoord? Nee. Dat is het enige wat ik weet. Ja, maar is dit een feit dat Willem dood is of... Jij zei dat je het van Wouter hebt gehoord, hè? Ja. Dan ga ik Wouter bellen. Yo! Yo! Hey, wat hoor ik nou over Willem van jou? Ik hoor via Piet. Ja, ik gisteren heb ik gehoord van de straatjes dat Willem omgelegd is. Maar ik weet dat dus niet zeker. Je weet het niet zeker? Nou ja, ze zeiden het wel. We hebben Willem ontvoerd en vervolgens neergeschoten. Ja, neergeschoten, maar doodgeschoten of neergeschoten? Ja, ze zeiden neer, dus, maar ik weet niet waar, dus ik weet niet hoe, waar, op welke plek, dus... Nee, oké. Dus ja, dat kan overal zijn. Ik heb me neergeschoten, kan ook zijn door een belangrijk orgaan, dat weet je niet. Ja, ja, natuurlijk, klopt, dat klopt. Dus ja, dat weet ik ook niet. Ja, en Jordi is sinds gisteren vermist. Ja, Jordi is vermist, klopt. Dus daar weet ik ook niet van hoe dat allemaal in elkaar, hoe de kerst op de taart zit, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, dat weet ook bijna niemand. Die zijn ze aan het zoeken, maar ja, ik sta nu bij Moe Zonen, maar ja, er staat er helemaal geen hond. Ik denk, nou, ga ik even een bongetje doen of een wietje in, maar... Ja, het is helemaal kut. Het is helemaal kut. En ik kon ook Willem, weet ik, wat Jordi is, wat er met Willem aan de hand is. Ja, Willem lang niet meer gezien ook. En, gisteravond nog. En, ik kwam net wel iemand anders nog tegen, maar... Oké, nou in ieder geval bedankt. Ik ga even kijken wat ik hiermee kan. Ja, als je me nodig hebt, gewoon bellen. En laten we een keer een colaatje doen. Dan doen we een keer een colaatje. Erg gezellig. Ja, ik heb geen zin in gezeik. Maar er komen twee andere dingen aan. Dit is hem niet. Jezus, wat is hier aan de hand? Fuck? Ik heb geen idee. Oh, daar popt iemand uit. Hallo?
Ja, maar ja, ik kwam met zo'n rotsnelheid. Ja, sorry, ik heb haast. Ik voel me niet zo lekker. Daarom dacht ik, dat is wel misschien niet vanaf de voering. Verdachte voertuig, wat? Okay. Je hebt een rijbewijs van mij, ik ga maar alleen even om de naam. Ja. Pieter Wit, wacht, stap even uit. Bekend baardje hier al. Zou u kunnen uitstappen, meneer? Of u legt de maatschappij? Wacht, ik zal even rijbewijs geven. Waarom? Dit? Omdat ik die graag wil. Nee, die heb ik niet op zak. Controleer u ook gelijk mee. Alsjeblieft. Ja, ik heb hem niet op zak, sorry. Ik ga heel even hier aan de kant staan, want zijn ze op zijn doeltje maken. Nee. En hoe wilt u zich dan gaan legitimeren? Ja, op het moment niet. Waarom zou ik me ineens moeten legitimeren? Ga naar het bureau. Hoezo? Omdat ik ook u wil controleren. Waarom? Ja? Er is toch niks aan de hand? Er is letterlijk niks aan de hand. Nee, even algemene controle. Hoezo? Met één busje en twee auto's in staande gehouden. Nee, ik pak u ook meteen mee met de controle. Welke controle? Okay. Hey, ik hoor net helemaal dat hij helemaal oké is. Dat er niks aan de hand is. Nee, maar ik wil je ook even controleren. Ja, nou meneer, ik heb niks bij me. Ja, dan moet u mee naar het bureau. Hoezo moet ik mee naar het bureau? Ik heb veel andere dingen te doen. Moet kunnen legitimeren. Hoezo? Ja. Wie u bent. Nou, ik heb eventjes niet bij me. Dat kan toch iedereen overkomen? Inderdaad overkomen. En dan hoef ik toch niet gelijk mee. Dan is mijn hele dag gelijk verstoord. Oh. Nou, het wordt al laat. Ik heb geen legitimatie bij me. Het spijt me echt enorm. Dit doe ik niet om tegen te werken of zo. Het feit dat ik een baard heb. Ja, er zijn zoveel mensen met een baard. Maar ik heb gewoon oprecht geen legitimatie bij me. Dat is mijn fout. Sorry daarvoor. Oprecht. Mm-hmm. Ik zeg dat dit, maar het is toch een klein foutje. Ik ben, maar waar is zo ligt je aan ID laat. Dan? Laat het zomaar vragen. Thuis gewoon. Nou, waar is je huis? Verderop. Ik kan hem ophalen. Oppas met de kinderen. Hoezo? Of je gaat hem halen met ons samen, of je gaat mee naar het bureau. Nou, dan rijd ik wel langs mijn huis om legitimatie. Dat vind ik prima, want succes. Ik heb geen zin om naar het bureau te gaan. Rex, ik ga dat niet doen. Ja, ik zet de navigatie al. Ik heb letterlijk mijn ID wel op zak, maar ik dacht misschien kan ik erop. Dat weet ik, maar je doet gewoon alsof je het niet hebt. Ja, ik keer hem eigenlijk letterlijk gewoon even stiekem bij een huis verderop, dat hij denkt dat ik een ander huis heb. Dan denk ik er even één. Dan kan ik ook gewoon wegrennen. Zal ik dat gewoon doen? Doe ik gewoon als ik bij huis ga, dan ben ik gewoon weg. Vind ik veel te leuk. Ik haal hem heel even op, oké? Okay? Ja, is goed. Yes. Ik haal hem even op. Wat ik eigenlijk doe is gewoon wegrennen. Wat ik eigenlijk doe is natuurlijk gewoon wegrennen. Hier, tot ziens. Ik heb daar zo geen zin in. Laat me gewoon met rust, echt waar. Laat me oprecht gewoon met rust. Ik heb toch al een VTA overstaan, dus aangehouden worden gaat toch wel gebeuren. Hey, zou jij mij op kunnen halen ergens? Waar ben je? Ik kan je locatie sturen. Ja, is goed. Alles wordt daar gevierd. Bos, ik kom nu aan met een GT. Alles wordt gefouilleerd daar? Ja. Met mijn zonen? Oh, dan ben ik blij dat ik daar niet ben. Oké, er staat heel veel politie. Even, als ik zo ik ben stil. Ja. Straatjes en hier. Oh, god. Ik kan hier een auto naartoe of niet? Pik, ik steek je dood als een schiet. Ik zweer het je. Boeit me geen flikken. Afstand of ik steek deze agent. Hij gaat in de eerste klasse, dat is het Alexander. Of je politie staat. Zo. Nee, ook opflikken, jong. Kutstraatjes, flikkers. Doe je big, man. Hij staat op een R1. Hij wordt voorgeschoten. Zo. Pas op, niet heftig alsof je erbij hoort doen. Nee. Niet doen alsof je erbij hoort. Jezus. Mees werd even beschoten. Jeez. Oh, hij is geraakt. Mees is geraakt. Ja, wie hem geraakt? Ja, oh, hij bloedt dood. Volgens mij is hij dood. Oh, mijn god. Die is dood. Ah, goeie boys. Is Mees dood? Nee. Ja, die is dood. Dan meen je. Maar hij is niet dood. Hij is niet dood, volgens mij. Kunnen we een bloemetje bij hem leggen of zo? Hey, ik wil niet veel zeggen, makkers, maar vaak als er zo'n tentje staat, is er wel iets meer aan de hand. Ja, maar zou die dood zijn, Mees? Ik zag wel veel denk, bloed, hoor. Ik zag wel ik veel denk, bloed. Ik denk in ieder geval heel kritisch. Oké, hoe ben jij met de straatjes? Goed, op dit moment. Oké, jongens, er is veel gebeurd. We zijn erachter gekomen dat Jordi dood is waarschijnlijk. Hij is vermist in ieder geval, maar vrijwel dood. En daar zit Piet achter samen met Jeroen. En waarschijnlijk Samuel ook nog. Meest mogelijk. Verder blijkt Willem of kritisch gewond te zijn en vermist. Of dood te zijn zelfs. En we hebben zojuist volgens mij Meest dood zien gaan. En ik weet niet zeker of hij dood is. Maar ik heb van alles gezien. Piet, niet meer te vertrouwen. Maar ja, Willem is dood gegaan waarschijnlijk door de straatjes. En ik ben nu heel goed met Kane. Maar Kane is weer heel goed met de straatjes. En ik wil eigenlijk de straatjes nu ook gewoon... Ja, ik heb niks met straatjes, weet je. Zeker niet nu dat ik erachter ben gekomen dat zij Willem hebben gepakt. Dus in dat soort opzicht is Piet nice. Want Piet, die wil de straatjes waarschijnlijk ook dood. Maar ik wil, ja... Ik weet niet wat ik nu met Piet aan wil. Het is allemaal heel veel, jongens. Het is allemaal heel veel. Laat weten wat jij denkt dat het goed is om te doen nu. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer allemaal zeker even als je het niet gedaan hebt. Like even de video. En dan spreek ik jullie bij de volgende video. Heel veel video achter elkaar. Het woord video. Spreek je later. Glaasje water. Telt 4 flesjes bier. Doei.